Op de N393 bij Pietersbierum kwamen dinsdagavond een personenauto en een bestelbusje met elkaar in botsing. Het busje kantelde door de aanrijding. Het bestelbusje vervoerde sperma van een stier. Omdat men vreesde dat het sperma op een te hoge temperatuur waardeloos zou worden, is er direct een tweede auto met extra stikstof opgeroepen. Deze auto heeft het kostbare kwakje meegenomen. De inzittenden van beide voertuigen bleven ongedeerd.